Jan van der Musselen is al meer dan 60 jaar vrijwilliger bij Vogelklas Karel Schot in Rotterdam-Zuid. Vogeltje? Ja, het is een kuiper. Kom maar mee. Waar heb je vandaan? Hij komt van Hellevoetsluis. Hellevoetsluis heb ik gevonden bij mensen. Oké, okay. Ja. Als jochie van 12 kwam hij bij Karel Schot in de klas. De leraar die zo gek was op vogels dat hij in de klas een vogelopvang begon. Dat was gewoon fantastisch, joh. Want de klas stond vol met kooien. En waar allerlei soorten vogels zaten. Reigers en uilen en meerkoeten en roerdompen. Hij nam de kinderen vaak mee naar buiten. Leerde ze alles over vogels. En over hoe je die soms moet verzorgen als dat nodig is. Een boerenzwaluw, die te laat was voor de trek naar het zuiden, bracht hij rustig naar de Maashaven. Karel Schot had contact gelegd met een kapitein op zijn boot. En die heeft toen die boerenzwaluw meegenomen naar Zuid-Afrika. En die heeft hem daar in Zuid-Afrika losgelaten. Ben je klaar voor? We hebben alles. Vanmiddag is er een reunie van oud-leerlingen van de grondlegger van deze vogelklas. Ja, ik hoop leuke jongens tegen te komen en leuke verhalen te bekijken wat we hebben meegemaakt. Hij zag gewoon aan je van, joh, jij hebt niet zoveel interesse in rekenen en taal en dat soort gesnoer. Dan kwam er weer een telefoontje binnen en dan zaten we te rekenen. En dan zei hij, Paul, de telefoon, pak je fiets, duivenmand achterop, Schiedam. Er is een duif aangemeld. Nou, dan ging ik op de fiets, weer of geen weer, gingen we die duif halen. Heb jij dan wel ooit goed leren rekenen, Paul? Helemaal niet. De reigers die vlogen door de klas, heb ik gehoord. Ja, dat klopt. Uilen en duiven. Veel duiven die gewoon vrij... Ja, en ik zat op een plek waar boven een betonnen kolom was. En dan gingen ze dan zitten. Ja, en dan lieten ze wel eens wat vallen. Dus je kwam onder de vogelpoep thuis? Bijvoorbeeld. En hij kon zo bevlogen over dieren... praten, dat was echt, ja. En als achtjarige, nou dan maakt hij wel indruk, hoor. Dat zal ik u vertellen. Was heel erg leuk. Maar zodoende ben ik altijd geïnteresseerd gebleven in vogels en dieren en gewoon altijd met de natuur. En dat heb ik echt aan hem te danken. Ja, ja, leuk is dat, hè? Wat denk je als Karel Schot op een wolkje zit te kijken? Ja, dat schatert hij weer uit. Zoals hij het kon doen. Hij kon schateren van de lach. Dus dit had hij zeker leuk gevonden.